boeten Friesland mooie boeren nog wel haren gewassen bereinen. Dat zorgt in ons provincie voor een soort vernuivering. Ja, nou ja, de min hier daar wel een berekeningsvat. Maar de verschillen tussen de waterschappen zijn groot. En ja, dat daar kan mensen vragen over stellen. Als leden stellen daar ook vragen over en dat is terecht. Want ze vinden dat onredelijk? Ja, ze een ongelijk speelveld krijgt nou. De boeren zijn benauwd dat het waar voor minder inkomen zorgt. Om te haren gewassen bot te leien haar van de droogte. Maar de laatste weken, of de laatste week met die hitte, zie je toch dat met name de eerappels gewoon onderuit gaan. Betekent dat ze verlem binnen? Nou, verlem, dat is het verkeerde woord. Maar de opbrengst is duidelijk leger. En de gewassen komen niet meer overeen, toch al zou er water komen. Dat is gewoon, ja, dat is een beetje einde oefening voor de meeste rassen. In de toekomst zal dit extreme waar vaker voorkomen. Bij Jirpelhandel HZPC op de Jouwe doggen ze daarom onderzoek naar de jirpels van de toekomst. Ja, we werken op verschillende vlakken op de ontwikkeling van rassen. Niet alleen maar tegen droogte, maar ook tegen allerlei ziektes. En, dus ook op droogte kijken wij zeker naar andere oplossingen en betere rassen. We hebben natuurlijk in het verleden ook al deze situaties gehad. Dus we zijn er wel mee bezig, maar of dat op de korte termijn volgend jaar een oplossing is, dat moeten we nog even bezien.